Hoe gaat het vandaag? Nou, het gaat formidabel goed. Het weer is natuurlijk prachtig. Je zou willen dat je iedere vierdaagse zulk weer had. Maar het is heerlijk. Ja. En jullie hebben gisteren ook gelopen, begreep ik. En lopen jullie? Gisteren, ja. Iedere dag lopen we nu dezelfde afstand, 30 kilometer. Maar ja, het is voor de alternatieven genoeg, denk ik. Ja. En dan loop je eigenlijk zoveel mogelijk de originele route? Gedeeltes van de originele route. Gisteren hebben we wel een gedeelte van de 50 kilometer gedaan. Want dat vonden wij persoonlijk een van de mooiste stukjes. Ja. Is het wel een beetje te doen zo zonder publiek? Nou, dat is eigenlijk wel jammer. Maar aan de andere kant, dat maakt het ook iets rustiger. Ja. Want hier op de Zevenheuvelenweg is het natuurlijk, ieder jaar is dat een, als u dat kent, dat is gigantisch. Hè? Al die mensen die langs de kant zitten en aan te moedigen en met koek en zopie zitten. Dus dat is, wat dat betreft is het rustiger, maar we missen het wel een beetje. Ja, ik sta hier met Bente en wij vinden het allebei best druk. We zien best veel wandelaars en Bente is zo iemand die langs de weg staat met allerlei lekkers. Wat heb je meegenomen, Bente? Nu gewoon een beetje de typische dingetjes. Een kaasje, een dropje, een snoepje en een zoutje, wat chips. Dus dit is genoeg. Ja, je vertelde dat je hem zelf ook 5 keer hebt gelopen. Hè? Waar kijk je zelf het meest naar uit als wat ze uitdelen? Oh, ja... Ik heb zelf geen specifieke voorkeur. Ik ben al lang blij dat er heel veel mensen langs de zijkanten staan en die het een stuk makkelijker maken. Want ik kan me voorstellen dat het nu echt lange kilometers zijn, ja. Nou, het lijkt wel steeds drukker te worden. En ik heb hier Guus naast me staan, een ras-echte Nijmegenaar, heb ik net gehoord. En jij loopt de officiële route al 3 dagen lang, hè? Ja, ik loop de officiële route, ja, op de 50 kilometer. Hij is wel alternatief, maar ik loop wel de originele route gewoon elke dag. En hoe gaat het tot nu toe? Ik moet zeggen dat het supergoed gaat. Merk je verschil in de dagen dat er meer of minder mensen langs de weg zitten? Ja, tuurlijk. In principe moet je nou zien, die alternatief vierdaagse is wel een stukje zelfdiscipline natuurlijk. Hè? Je moet je eigen zelf zien te redden met alles. En je lichaam moet het doen natuurlijk op dat moment. Dus je hebt geen steun van publiek, heb je. Maar... Ja, het begint wel nu wel een beetje te leven. En je loopt 50 kilometer, ja. Ook nu gewoon. Waarom smokkel je dit jaar niet een beetje? Nou, weet je wat het is? Ik heb hem officieel heb ik hem 38 keer uitgelopen. Waarvan 2006, 2020, 2021, hadden we de coronatijd, dan werd hij afgelast. Dus eigenlijk had ik mijn 41ste keer had ik hem gelopen. Want ja, ik ben 51 jaar en ik was zo'n broekje hier 11 jaar. Zo ben ik begonnen. En mijn doelstelling is om die record te houden. Dat is ook een Nijmegenaar. Ja, die wil ik evenaren en die wil ik opvolgen. En wat is het record dan? 71 keer. 71 ja. Keer? Jeetje, dan moet je nog heel wat jaren. Ja, dan moet ik nog heel wat jaartjes. Maar zo gauw ik gezond blijf, is het wel mijn doelstelling om het te proberen te evenaren. Het busje omhoog, hè? Nou, succes nog!